Oefentoets, materie, hoofdstuk 7 van 3 MAVO. De volgende vragen hebben betrekking op het deeltjesmodel. Streep het foute antwoord telkens door. De moleculen van de stof veranderen wel of niet, of de fase nu vast, vloeibaar of gasvormig is. De moleculen van de stof bewegen wel of niet. Hoe hoger de temperatuur, des te sneller of langzamer gaan ze bewegen. De moleculen van de stof trekken elkaar wel of niet aan. Vraag 2a. Leg uit of de moleculen veranderen als het stof van de vaste naar de vloeibare fase gaat. 2b. Leg uit wat er met de snelheid van de moleculen gebeurt als de fase van de vloeibare naar de gasvormige fase overgaat. 2c. Leg uit waarom gassen makkelijk samen te persen zijn. 3. Leg aan de hand van de onderstaande tekening uit waarom het totale volume van de alcohol en het water samen geen 100 milliliter is. 4. Hoe heet de scheidingsmethode die hieronder wordt weergegeven? Zeewater wordt in een bakje gedaan, vlammetje eronder, het zout blijft achter. 5. We hebben een mengsel van zout en zand. Leg uit in stapjes hoe je de stoffen van elkaar kunt scheiden. 6. Leg het verschil uit tussen een chemische reactie en een natuurkundige verandering. 6b. Noteer het reactieschema waarbij alcohol wordt verbrand en water en koolstofdioxide wordt gevormd. 7. Reken om. 200 Kelvin is hoeveel graden Celsius? Min 50 graden Celsius is hoeveel Kelvin? Min 280 graden Celsius is hoeveel Kelvin? 8. We hebben hier een glazen bol met lucht erin. Leg aan de hand van het deeltjesmodel uit wat er gebeurt als we nou een vlam onder die bol met lucht gaan houden. 9. We hebben een heliumtank. Hoe groot wordt de druk in die heliumtank als de temperatuur zakt tot 0 Kelvin? 10a. Hoe heten de deeltjes die in de kern van een atoom zitten? B. Wat is de naam van de deeltjes die om de kern heen zweven? C. Het aantal protonen en neutronen samen. Het heeft een naam. Welke? 10d. Wat zegt het atoomnummer over een atoom? 11a. Hoeveel protonen en hoeveel neutronen zitten in de kern van koolstof 12? 11b. Hoeveel protonen en hoeveel neutronen zitten in de kern van koolstof 14? 11c. Hoe wordt een atoom genoemd met eenzelfde aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen? 12. Hieronder zijn 4 atoomkernen schematisch weergegeven. Leg uit welke isotopen zijn van hetzelfde element. Je mag deze 1, 2, 3 en deze 4 noemen. Einde van de toets.